Dit is de aanrader. Elke week hebben we twee tips voor je. Dat kan alles zijn. Een film, een boek, een game, een vliegtuig. Of in dit geval van Lucas, een... game. Heb je een game? Ik heb een game, ja. Ik heb Xbox Game Pass. Dat is dus tientje per maand moet je betalen. Yeah. Dat ken je wel, de abonnementservice. En daar zitten nog best wat leuke games tussen. Het zijn wel wat oudere games. Dus ik was gewoon er doorheen aan het scrollen. En toen kwam ik een game tegen. Die heet Cluster Truck. Ja. Dit was een game waarvan ik dacht, hey, volgens mij ken ik dit. Want ik heb, op Reddit zag ik eerst allemaal gifjes voorbij komen van... volgens mij toen deze game gemaakt werd. En wat het dus is, je speelt het in first person en je begint op een vrachtwagen en die vracht en dan samen met een hele hoop andere vrachtwagens, die beginnen allemaal met rijden en dat begint, het is allemaal een soort simulatie, dus ze crashen in elkaar en ja. Dan moet je dus van vrachtwagen naar vrachtwagen springen, ja. Terwijl ze allemaal tegen elkaar opgaan en best moeilijk. En dan moet je, zo, ja, moet je naar de finish komen. En het is wel echt heel moeilijk. Is het ook leuk? Ja, het is wel echt heel leuk. Ik zit in level 7 van de eerste wereld en ik heb nu al een beetje gefrustreerd omdat het wel moeilijk is. Ja. Maar dat is ook het leuke, want het is elke keer is het anders juist, weet je? Want dan denk je, die vrachtwagen die ging net naar rechts. Dus moet ik naar rechts springen en dan kan ik vanaf daar weer en dan doe je dat en dan is er geen vrachtwagen. Ja. Dus het is juist steeds weer wat anders en steeds weer wat nieuws. Dus, ik vind het tof, het is simpel. Hij zit dus gratis bij Game Pass. Je kan hem ook op Steam, Switch kopen, waar dan ook. Op Steam is hij volgens mij 7 euro of zo. Dus het kost niet veel. Maar als je Game Pass hebt, zou ik hem gewoon lekker daar downloaden. Gewoon even checken. Ja? Ja. Mijn aanrader deze week is niet echt mijn aanrader, is even van jou. Want ik heb best wel veel media geconsumeerd. Ja. Maar niet echt iets wat ik je zou aanraden of zo. Mm-hmm. Want ik heb de Crew 2 zitten spelen. Ja. Dat is tof, maar niet echt een aanrader. Mm-hmm. Ik heb Battlefield 5 Alpha zitten spelen. Heel tof, maar dat kan ik je eigenlijk niet aanraden. Want het is bijna onmogelijk om die te kunnen spelen. Juist. Ik heb wat series, ben ik net aan begonnen, dus weet ik nog niet of ik ze aan kan raden. Kan je er eentje al een hint geven wat je aan het kijken bent? Vice Principles ben ik aan het kijken. Vice Principles. Ja, dat is heel erg funny. Yeah. Jij hebt nog een aanrader voor mij, daar kom ik misschien volgende week op terug, die ik moet kijken. Ja. Maar dus de tweede aanrader is er ook eentje van jou. Ja. En dat is? Hoe heet die ook weer? Drawf, toch? Het is echt een hele fijne titel om te zeggen, maar het is Draw Golf Drawf. Nou, leg maar uit. Ja, je speelt het op je mobiel en weet je krijgt een golfbaan en je krijgt een balletje in een gat. En het doel van de game is, krijg je het balletje in het gat en daardoor moet je de baan een beetje aftekenen. Ja, dat is wel vet toch? Dat je zelf lijntjes moet tekenen om het balletje te leiden. En het is een simpel game, het is wel straks vormgegeven, vind ik. Fantastisch. Ja. Nee, het is een gratis spelletje. Dus, ja. En wij zitten elke dag best wel lang in de trein en doen dit soort games. Ja. Dan ben je dus aan het drawgolfen. Is het hetzelfde als die finger racer? Ja, hetzelfde als finger racer, maar dan met golf. Finger driver, dat finger was die driver. Andere. Ja. Wij houden gewoon van simpele mobiele games. Ja, finger driver, dwarf. Drolf. Dus heb jij nog een goede mobiele game als tip? Ja. Stuur het me, dankjewel. Ja, of naar mij, want wij zitten elke dag in de trein. Oh ja. Ja, en soms heb je ook gewoon YouTube uitgekeken, Reddit uitgespeeld. Ja, precies. Van Netflix, alles. Ja, en dan of je moet weer een update downloaden voor Fortnite en dan wil je niet van je mobiele data doen. Nee. Dus. Dwarf. Drolf.